Lilian de Geus heeft zilver gewonnen op de World Cup in Enoshima. Maar dat is niet het enige dat telt voor de RSX windsurfster. Ja, super gaaf, zilver. Maar ik ben geplaatst voor de Olympische Spelen. Dat was eigenlijk het doel waar we mee zijn gekomen, dit evenement. En super gaaf dat ik de eerste Nederlander ben die geplaatst is. De Geus is niet de enige die door het Watersportverbond wordt voorgedragen bij NOC-NSF. Maar het bouwmeester vaart zondag pas haar medalrace in de Laser Radial, maar heeft nu al voldaan aan de kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen. Ja, het is gewoon lekker om nu al te hebben, want nu kan ik volgende jaar alle keuzes maken die ik zelf wil. Ik hoef niet per se naar Palma, maar ik kan hier weer komen in Tokio. Dus dat is gewoon heel lekker dat ik gewoon nu alle vrijheid heb om mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden. Om de kans groot mogelijk te maken om in 2020 weer goud te winnen. In Nieuw-Zeeland over 2 jaar wil ons WK. En we zitten te denken om volgend jaar bijvoorbeeld naar Nieuw-Zeeland te gaan in de winter. En er vallen ook Miami bijvoorbeeld in die periode en andere wedstrijden, misschien wel World Cups. Als die wedstrijden worden aangewezen als selectiesysteem, dan kan je niet naar Nieuw-Zeeland. Met jetlag is dat gewoon niet fijn qua training. Dus nu kunnen we bijvoorbeeld wel naar Nieuw-Zeeland, een goede trainingsperiode daar kunnen doen. Om dan het in 2020 op dat WK gewoon goed te performen. Ik ben ook heel erg trots op het team en speciaal natuurlijk mijn broer die nu mijn coach is. Ik bedoel, vorig jaar Europees kampioen, wereldkampioen, dit jaar Europees kampioen en tweede op het WK. Wat natuurlijk die was wel heel erg pijnlijk, maar nu als broer en zus na de Spelen en ik heb er gewoon super veel zin in.